welkom op Char's Animal Corner. Eerst en vooral mijn beste wensen voor 2023. Ik wens jullie superveel geluk toe dit jaar. En een goede gezondheid. Ook al klinkt dat zo basic, maar ja, het is ook gewoon zo. Wat we vandaag gaan doen is dus de wimperhekkels overlopen die ik heb. Ik ga niet de baby's zeg maar overlopen, want ja, die hou ik niet. Maar eigenlijk de hekkels die allemaal echt van mij zijn, zeg maar, die ga ik overlopen. Sommigen hebben een uniek verhaal, anderen hebben een heel mooi patroon of duur patroon. Ja, een dure morf, zoals ze zeggen. Dit is wel keer interessant om te tonen. Dus we gaan er gewoon aan beginnen. Let's go! De eerste die ik in mijn handen heb, is nog wel actief, is Hope. Hope was mijn allereerste wimperhekkel. Ik moet zeggen, mijn eerste beurs toen ik zeg maar om wimperhekkels ging, want ik heb er uiteindelijk twee gekocht, had ik nog totaal geen besef over, ja, zeg maar de kleuren dan er bestaan, hoeveel varianten erop zijn, wat dat het allemaal inhield. Ik was echt nog beginner, echt niet normaal. Maar ik ben dus voor hem in love, ik ben in love gegaan met hem, omdat hij geen staart heeft. Dus hij heeft geen staart en dat vond ik super schattig. Ik weet niet, dat was gewoon gelijk een soort van liefde op het eerste gezicht. Hem heb ik dan ook gewoon meegenomen en hij is ook de eerste vader zeg maar geworden hier in mijn kleine zoon. Want ik heb van hem de eerste baby's gedaan samen met Destiny. Destiny ga ik als volgende tonen, want Destiny was dus eigenlijk de tweede hekko die ik heb gekocht. Maar dit is Hope. Hij is een harlekijn. Hij heeft wel spots in zich, dus dat wil zeggen dat er een Dalmatian hen aanwezig is. Want zijn nakomelingen, er zijn er echt 3 van de 5 die echt overduidelijk Dalmatian zijn. Je hebt dan ook nog de andere 2. En die andere 2 zijn ook de combinatie van harlekijn met Dalmatian. Dus die hebben ook sowieso spots. Maar daarover heerst dan het harlekijn. Dus dit is Hope. Normaal kan die dus nog donkerder zijn dan dit. Ik ga het zeker even een foto van plaatsen. Maar hij is niet volledig opgekleurd. Dit is Hope. De tweede die ik vast heb is Destiny. Destiny is een yellow flame met portholes. Portholes zijn eigenlijk zeg maar die witte stippen aan de zijkant. Destiny is een heel rustige, hele lieve. Dus zij is ook de eerste geweest die hier eieren heeft gelegd. Ik heb daar in totaal 5 baby's van. Dus eigenlijk weet je wat ik daarnet vertelde. Zij heeft geen spots, echt geen enkele, dus zij heeft zeker niet geen Dalmatian in zich. Maar zij is dus eigenlijk, ze heeft een subtieler patroon, zeg maar. Zij zegt yellow. Destiny had ik dus eigenlijk op dezelfde moment gekocht als ik Hope had gekocht. Dat was op dezelfde beurs in Sint-Niklaas. En de reden dat ik haar dan had gekocht was meer ook omdat Hope was donker en zij was bleek en ik wou een different color hebben. Dat was gewoon toen mijn doel. Want ik zeg het nog eens, ik was nog beginner en ik wist totaal niet wat dat er allemaal bestond. Ik had me wel natuurlijk ingelezen over de verzorging en zo. Maar dus eigenlijk, ja, het gaat dus echt wel verder dan gewoon de verzorging. Allee, als je wel zo ver wil gaan. The next one is my first red female. Dit is Aria. Aria is dus eigenlijk een bicolor. Want dat zie je dus. Bicolor zie je omdat ze 2 kleuren heeft. Hier is ze donkerder op de back en hier roder. Maar dan wel echt Dalmatian. Want ze heeft heel veel spots. En zij heeft vorig jaar met Miro is de volgende die ik ga tonen, baby's gehad. Die zijn nog inimini. Die moeten dus echt nog veel groeien. Maar nu heb ik voor in de toekomst een nieuw plan met haar. Ik heb 1 van de baby's die ik van Destiny en Hope heb. Dus de vorige 2. Wat is er? Wil je aandacht? Dat gaat nu niet.
het is de baby's die ik heb van Hope and Destiny. Daar is er zeg maar een echte Dalmatian uitgekomen. Dus eentje dat echt vol staat van de spots. En ik ga die houden. Dat had ik nooit verwacht. Maar ik ga die houden. Omdat ik dacht, opeens kreeg ik zo'n idee. En ik dacht, ik ga die verparen in de toekomst. Als die groot genoeg is. Met Rhea. En dan ja, ben ik benieuwd wat het er gaat uitkomen. Maar ik denk, dus ik hoop dus eigenlijk op baby's. Maakt niet uit als het dan rood of eerder licht zal zijn. Want die andere is ook yellow van Baystone. Maar dan ben ik dus gewoon benieuwd hoeveel spots dat ze gaan hebben. Normaal gezien zouden ze dan nog meer spots moeten hebben. Dus ja, dat vind ik wel spannend. Dus dit is Arya. Als ze haar wil tonen. Eigenlijk is het meer orange-achtig. Dan is je mooie koppie. Ja. Dit is Miro. Miro zijn naam is eigenlijk wel speciaal, want het is eigenlijk, zijn naam is eigenlijk een god in de mythologie. Dus ja, ik vond dat wel iets speciaals ook weer. Dus daarom noemt hij ook Miro. En Miro is ook zeg maar verpaard geweest in het verleden met Arya. De next one is Willow. Willow heb ik al een keer op mijn Instagram. Ik denk mijn persoonlijke Instagram, maar ik heb ook een van dieren, by the way. Die naam is ook veranderd sinds vandaag. De naam van mijn dieren, alleen mijn reptielenaccount, is nu Jungle Paws Official geworden. Want ik heb eindelijk een naam voor, ja, zodat mensen mijn rapper herkennen op beurzen en zo. En dat gaat dus Jungle Paws zijn. Maar ja, goed. Willow, zijn verhaal stond al een keer op, ja, op mijn gewone persoonlijke pagina op Instagram. En wat is dat? Willow, ik denk dat je het wel al een beetje kan zien, heeft dus een bult hier in zijn rug. Normaal heeft hij geen pijn, die springt gewoon gelijk een andere gekko, die eet gewoon gelijk een andere gekko, die gedraagt zich gewoon als andere gekko's. Maar wat is er gebeurd? Toen dat Willow zeg maar geboren was, konden ze dat nog niet zien, maar als hij groter, als hij is beginnen groeien, zijn er dus, zaten er dus eigenlijk twee ruggenwervels aan elkaar versmolten. Dus dat heeft er, ja, dat is dan eigenlijk een fout zeg maar in de botconstructie. En ja, dus met Willow wordt er niet gekweekt, want we zijn ook niet zeker dat dat genetisch kan zijn. Ja, en dat lijkt dan, eigenlijk als er een fout zeg maar zit in een gekko, is het nooit slim om daarmee verder te kweken. Maar ik heb zelf rugproblemen en ander gezondheidsprobleem. En ja, toen ik hem dan zag passeren en niemand wou die per se, dan dacht ik zo van, ach, kom gewoon bij mij, ik geef je een goed huisje, ik ga niet met jou kweken. En ja, ik verzorg jou gewoon en krijgt veel liefde. Dus dat is dan Willow. Hij is wel een hele mooie gekko. Hij heeft hele mooie speciale witte stipjes hier ook. En dan zo hier aan zijn poten is dat ook heel mooi meegegaan. Dus op zich is echt een mooitje. Hij heeft ook een leuke bek, een leuke staart. Dus ik hou echt van hem. En hij is ook super rustig en super nieuwsgierig. Dus ja. Hij had dus echt letterlijk heel snel mijn hart gestolen. Maar dit is Willow. Dit is Belle. Belle is normaal ook vuurrood. Ze is nu ook niet volledig opgekleurd. Het is een beetje te licht. Maar ze heeft dus ook mooie portholes aan de zijkant. Zijkanten. Portholes, zoals ik daarnet zei, zijn die witte stippen. Met Belle wordt er dus ook niet gekweekt. Want ten eerste, haar naam Belle is eigenlijk van Beauty and the Beast. Ja, in het Nederlands is het Belle, maar like in het Engels of zo zeggen ze ook Belle. Waarom Beauty and the Beast? Dus eigenlijk, voordat zij bij mij is gekomen, hebben ze haar echt moeten redden. Zij was echt op, ja, nog
geen millimetertje, zeg maar, van de dood. Ze was echt bijna volledig, allee, ze was eigenlijk volledig uitgeleefd. Als dat ik had begrepen, was dat zij dus bij iemand gewoon niet goed verzorgd is geweest. Zij is helemaal uitgemergeld geweest. Ik heb daar dus een foto van. Als je liever de foto's niet ziet, doe dan nu door, want ik ga ze nu tonen. Dus hier zijn ze. Zoals jullie zien, ze was echt graadmager. Dus eigenlijk, ze was dan vroeger lelijk. Ja, dat is echt niet mooi. Dus daarmee beest. En nu is ze. Oh, dat is op mijn gezicht. Oh, ze zegt nee, ik ben geen beest geweest. Oh, wat was ik nu aan het zeggen? Maar nu is ze echt een beauty geworden. Sorry, ze was juist op mijn gezicht gesprongen. Oh, sorry. Oh, je voelt dat echt nog legit. Die nagels, die doen echt pijn, hè? Ik ga je dus echt, als ik lijk vanavond met make-up, en ik heb nu niet zoveel make-up, ik heb nu niet zoveel make-up aan, maar als ik dat zeg maar er ga afhalen, dat gaat hier pieken, waar dan nagels zijn geweest. Dat is niet erg. Ik heb dat met Moonlight ook al gehad. Ze doen het niet. Ze doen het niet expres. Wel, waar waren we gebleven? Dus, oké, dus vroeger was het dus eigenlijk ja, een beetje een beest. Nu is ze echt een oprechte beauty geworden, maar wij kweken ook niet met haar door haar verleden. Dus dat is een beetje de story van haar, ja, van haar naam. Op zich is het een super lieve. Zij staat eigenlijk naast het bed. Allee, haar terrarium staat naast het bed. En ik moet zeggen, s'avonds kan ze zo echt liggen kijken. Komt zij altijd aan de ene kant van het terrarium. Dus iedere avond opnieuw komt ze zo echt kijken. Is ze gelijk ook wel nieuwsgierig. Ja, wil ze nog wat interactie met mij, zeg maar. Dus het is op zich wel een hele lieve gekko. Maar niet meer op mijn gezicht springen, alsjeblieft. Hier is Bel.